Twente blijkt centrum van internationale kerstboomhandel. Goeiedag. Twente is niet alleen bekend van de voetbalclub van het bedrijf Siemens en van cabaretier Herman Finkers, maar ook om kerstbomen. Twente blijkt het epicentrum van de kerstbomenhandel te zijn. Lokale ondernemers hebben de handen ineengeslagen met Deense partners en ze verhandelen samen meer dan 500.000 kerstbomen via de oude vliegbasis in Twente. De bomen zijn niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ze gaan vooral naar het buitenland. Ja, naar rechts. Ja, er gaan er 100 op een pallet. Dus laten we de vrachtwagen vol hebben met 10 pallets. Dan zitten zo'n beetje 1000 bomen zitten dan in de vrachtwagen. We zijn nu mega druk met het klaarzetten van de orders. Voor grote retailers en voor tuincentra. En dat houdt in dat we natuurlijk de spullen binnenkrijgen uit diverse plekken van Europa. Hoofdzakelijk uit Denemarken, Schotland, Polen en dan ook uit Nederland zelf. En de meeste verlading hier is Nederland en België. Maar daarnaast gaat het ook naar landen als Frankrijk, Slovenië, Zwitserland, Oostenrijk, Rusland. En dat is een hele organisatie. Die 5 voor Rama, die gaan eruit. Ja. Ja, en dan die andere bomen, die gaan eruit. Deze week gaan er ongeveer 100 vrachtwagens weg, denk ik zo'n beetje. En dat komt ook allemaal nog binnen. Dus we moeten het eerst allemaal lossen en op de goede plek zetten. En dan gaat het allemaal zo weer weg. Hoeveel bomen zie ik nu hieromheen? Ik denk zo'n beetje 150.000 bomen. Totaal komen er volgens mij rond de 500.000. Ik vind het wel veel. Ik heb zelf ook nooit gezien. Voor ons is dit het eerste jaar dat we het doen. Dus ik vind het wel veel. We hebben er maar eentje nodig, ja. We hebben zelf nog geen bomen in huis. Maar als mensen dat mooi vinden. De boom is duur genoeg, dus je moet er zo lang mogelijk van genieten, denk ik. Vroeger was het altijd eigenlijk standaard het weekend na Sinterklaas. Maar de laatste jaren, 10 jaar, is dat een beetje verschoven naar het weekend net voor Sinterklaas, dat de verkoop al redelijk begint. Ja, dat is wel positief voor ons. Maar het is wel een nadeel dat er ontzettend veel druk op de ketel komt in een korte tijd. Het is misschien een beetje vroeg, maar hoe zeg je nou op z'n Twentste fijne kerst? Een fijne kerst. Het is allemaal een mooie kerst, hè. En gewoon iedereen een goede kerstdag. En geniet van onze boom.